Banksy en Warhol. Je zou maar je eigen kunstwerk in een museum hebben hangen. Maar Niels, dat kunnen wij toch ook? Gaan we ons eigen schilderij maken? En dan hier ophangen? Ei. Om een goed schilderij te maken hebben we natuurlijk wel even wat equipment nodig. Ja. En bij ons kantoor zitten dus allemaal ateliers. Dus we gaan hier even polsen of ze wat hebben. Hopelijk wel. Ja. En als ze dat van ons willen, gebruik lenen. Mag ik nu iets vragen? Nederlands? English. Okay, so we want to make a painting. Yes. And we're not really artists, but we want to make something that would look like an art piece. Art piece. Yeah. Okay. Do you have some stuff that we could maybe borrow? Sure. I guess you want to start with the basic for painting, so here you have. Okay, we can use this. Well, contemporary art, you can do whatever you want, so just splash it on the canvas and some dry out. And you think it could be a Warhol? I think it can. Okay. Top ouwe, we hebben gewoon equipment. Nu kunnen we helemaal losgaan. Hey, maar Niels, hou jij van het canvas? Ja, dat kan vast wel. ik wil wel een beetje zo'n kunstwerk waarvan je denkt van het kan echt kak zijn, maar het zou zomaar eens 10.000 euro waard kunnen. Ja, precies. Okay. Naam word jij wel gemaakt. Het kleuren kwakje. Dat houdt in. Veel kleuren. Veel kleur. Expecto Patronum! Wingardium Leviosa! Paracadabra! Lulos! Lutello! Dat is redelijk toch? Ja, ik heb dus een probleem. Ik ben er bespreken. Ik denk dat hij op zich nog wel redelijk zo staat als een huis. Ja? Toch? Ik ook. Oké, nou, schilderij hebben we. Ja, zit in je tas. Zit in mijn tas. Veilig en wel. Bordje ook, maar hoe gaan we binnenkomen? Okay. Als we binnenkomen, dan heb je links meteen het loket. Ja. Er zit een meisje. Ja. Maar dat loket is ongeveer zo hoog. Als je nou gewoon kruipend binnenkomt met een andere toeristengroep mee. Oké, maar dus we moeten dus kruipend onder het loket. Ja. En dan als je daar als je verder bent, dan sta je in de kamer, kan ze je alsnog zien, maar dan moet je heel stil gaan opstaan. Oké, okay, klaar. We moesten ineens een van de andere dingen. Niels is gepakt. Toch? Heeft ze een rondje lopen. Hebben ze mij gezien? Ja, die doet wel op. Hij zoekt me mee. Ja. Ze moeten nu schakelen. Nee, jij moet gewoon weg. Ik ga gewoon het leven niet meer. Ze zoeken mij niet hoor. Volgens mij heeft hij mij dus niet gezien. Nee. Ik deed slik. Fuck jou Niels. We moeten even een mooie kamer uitzoeken waar onze kunst gewoon domineert. Even deze ruimte? Hier? Trillen, ouwe. Ik vind het echt super spannend. Het gaat er los. Mooi, hè? Ja, super. Ik moet natuurlijk even een fotootje maken voor Niels. Dat hoort er toch een beetje bij. Hangt. We zijn weg. Het is gelukt. We hebben kunst gemaakt en het hangt nu gewoon
In het museum! Lekker, G. Voor mij hadden ze mij niks gezien, want ik ben drie keer lang security gelopen en hij keek me aan. Nee, ze hadden alleen mij gezien. Maar hij hangt nu. Nu is de vraag, hoe lang blijft hij hangen? En die vraag kan ik je een dag later beantwoorden, want we hebben wel geteld 4 uur lang in het museum gehangen. Ik heb een bericht gekregen van René, de marketing en sales manager. Zij vond het allemaal heel grappig. En ze konden ons natuurlijk traceren dat onze namen daarbij hadden geschreven. Ja, dat is iets niet minder slim. Ik ben trouwens ook gecontact door iemand die ons uiteindelijk heeft gesnitcht. Die heeft doorgegeven, dit schilderij klopt niet helemaal, dit hoort hier absoluut niet thuis. Tom Meerman, je wordt hartstikke bedankt. Maar Tom Meerman was dus een bezoeker. Ja, dat was gewoon een bezoeker. Dat was een kunstliefhebber en die zegt, dit is geen Warhol, dit is geen Banksy. Maar goed, we hebben uiteindelijk wel op de meest gierige manier wel geteld 4 uur lang ons mogen begeven tussen de allergrootste der aarde. Wie kan dat zeggen? Inderdaad. Gierige gasten. Precies. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Je kent het. Abonneren. En je moet ook even Instagram, Facebook allemaal opzoeken. Share, liken, delen met je matties. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering van De Gierige Gasten. Bam! Volgende week.